zijn nu in Rotterdam-West, Spangen. De wijk waar ik ben opgegroeid. Ik woon hier nu al 17 jaar. Heel mijn leven eigenlijk al. Hier heb ik van alles gedaan, van voetbal tot aan buitenspelen, vrienden. Mijn meest positieve herinneringen in deze buurt zijn zeg maar het pleintje waar ik vaak ging voetballen. Ik heb vaak toernooitjes gespeeld ook. Heb ik meestal gewonnen met mijn vrienden. En naar zulke dingen kijk ik nog wel terug, zoals groot hier. Het is wel een harde wijk met veel criminaliteit. Je hebt hier veel jongeren die kampen met problemen. Die hebben twee wegen om te kiezen. Eentje is investeren in de toekomst, en een mooie toekomst opbouwen. Maar de andere, die denken aan snel geld. Die hebben wel talent, maar vergooien het omdat ze snel geld willen. Af en toe als we gewoon met onze vrienden op het pleintje zitten, een beetje aan het praten, dan zie je in zijn achtervolging, hoor je schoten, alsof het niks is. En zulke dingen ben ik niet gewend en die blijven in mijn hoofd zitten als kleine jongen. Door mijn vrienden en mijn familie ben ik gelukkig wel het goede pad opgegaan. Zij hielden mij het rechte pad. Mijn familie zei wel dat ik gewoon meestal met de goede jongens om moest gaan. Dat ik niet naar die slechte plekken moest toe gaan, niet te laat thuiskomen. Ja, ik had ook gewoon meestal goede vrienden om me heen die niet bezig waren met zulke dingen. Bijvoorbeeld als we buiten waren, zag je allemaal jongens daar die bijvoorbeeld bij een tabakshop waren, een winkel. Zag je ze stiekem dingen pakken, naar buiten lopen. Dan dacht ik, ja, als ik dat ook kan doen, ja, waarom niet? En toen zeiden gewoon mijn vrienden tegen mij, ja, zulke dingen hoef je niet te doen, ik betaal het wel voor je. Het is wel heel belangrijk voor mij dat ik naar Feyenoord kom. Hier als kleine jongen moest ik vaak alleen naar de trainingen gaan. En ja, toen ik hoorde dat het Feyenoord kwam. Feyenoord was altijd al mijn favoriete club toen ik klein was. Dus ja, daar was ik allemaal blij mee. Nadat ik naar Feyenoord ben gegaan, ben ik vaker voor mezelf gaan trainen. Ben ik naar voetbalvelden gegaan, heb ik voor mezelf getraind. Ben ik niet meer vaak buiten gaan blijven, zeg maar, tot laat. Ik moet zeg maar echt als een prof gedragen. Ik ben wel bewuster geworden sinds mijn periode bij Feyenoord. Ik heb daar veel geleerd. Ik moet letten op mijn voeding, alles eigenlijk, social media. Dat is gewoon eigenlijk echt een leven als een prof bij Feyenoord. Ik probeer de kleine jongens uit mijn buurt te helpen om ver te komen door als ik bijvoorbeeld op de pleintje aan het voetballen ben, dat ik ze roep of ze nou goed kunnen voetballen of niet. Laat ik ze gewoon meespelen, probeer ik ze wat te leren. En dan hoop ik dat ze het leuk gaan vinden en dat ze het door gaan zetten. Ik wil wel een grote naam krijgen voor deze buurt. Ik hoop dat ik een grote speler word. Zodat zij ook naar mij kunnen kijken van waar ik ben gekomen. Dan hoop ik dat dat hen motiveert. Dat ze ook net als mij willen worden. Als ik een voorbeeldfunctie voor hen wil zijn, moet ik zeg maar wel eerst hier beginnen. Moet ik hier bij Feyenoord sowieso slagen. Zo'n verkiezing doet wel wat met me. Beste speler op het toernooi waar Real Madrid komt, Kopenhagen, komen wel grote clubs op. Maar omdat ik beste speler ben geworden, ja, ik was er wel blij mee. Maar heb ik ook aan het team te danken. Zij mij gewoon al die ballen geven. Vroeger als kleine jongen hier, had ik nooit verwacht zeg maar, dat ik zo hoog zou spelen. Soms besef ik het pas, zeg maar, als ik in de wedstrijden tegen Ajax en zo zit. Daar droomde ik vroeger eigenlijk als kleine jongen van. En nu hoop ik dat ik gewoon in het stadion ga spelen. Ik weet wel dat ik ben gekomen van niks. Gewoon van hier op het pleintje. Dat ik dan nu zo hoog mag spelen, ja, dat doet af en toe wel wat met me. Als ik hier de andere mensen zie, ja, die zijn ook gewoon trots op me. Ja, daar ben ik ook zelf trots op.